Nou, ik sta hier bij een hele grote sparreboom. Een sparreboom die heeft natuurlijk hars. Die hars, zoals je kunt zien, is eigenlijk een reactie op beschadiging van de boom. Dat is eigenlijk een wondmiddel. Het zorgt dat de wond dicht wordt van de boom. Het is ook ontsmettend. Ook voor mensen. Je kunt het voor heel veel toepassingen gebruiken. En we gaan dadelijk zien waarom ik dit nu verzamel. Want we gaan vandaag laten zien hoe je water uit een berg gaat tappen. En heb dit voor nodig. Zo. Hoi allemaal, weer een nieuwe uitzending van Fjellgras. En vandaag ga ik laten zien hoe je uit een berg sap kan halen. Daar zijn meer filmpjes over in het Engels en zo. Alleen ik vond het wel leuk om het op zijn Nederlands te doen. En ik ga drie manieren laten zien. Het is nu maart. En maart is de ideale maand om dat te doen. Met name in gebieden waar vorst in de grond heeft gezeten. Dat is dan Rusland, Balkan. Landen waar dus bergensap ook echt heel veel gedronken wordt. Ook traditioneel. Maar het is geen verplichting. We hebben natuurlijk een hele slappe winter gehad. En eigenlijk is het nu zo dat we nu makkelijk gewoon water kunnen halen uit die berg. Die berg, dat is een prachtige boom. Daar kun je van alles mee. Daar heb ik ook in eerdere filmpjes van laten zien hoe je makkelijk je vuur kunt maken met de bast. Het brandt enorm snel. De watervoorziening dus. Het is ook heel mooi brandhout. Je kunt van de bast ook een teer maken. Als je dat verbrandt, dan hou je een hele mooie dikke teer over die van alles kunt gebruiken. Maar nu gaan we het water eruit halen. Als je dan bij zo'n berg gaat kijken, kies dan niet een te dunne berg. Dus eigenlijk is deze diameter, pak een beet, zo'n 30 centimeter mooi. Nog dunner, dan is de sapstroom eigenlijk onvoldoende. Daar leidt die boom dan ook onder. Er gaan vaak honderden liters doorheen, dus ze kunnen wat hebben. Maar kies wel een boom die toch een beetje body heeft. Ongeveer ooghoogte, dat is eigenlijk het beste. En pak een beet 1,50, 1,60. En pak het witte gedeelte. Niet die harde, droge stukken. Die zijn en hard om door te komen, zit minder sapstroom in. En het zijn eigenlijk beschadigingen van de boom. En die berg is al heel slecht in staat zichzelf te repareren. Dus dat moet je al helemaal niet willen om het dan nog erger te maken. Nou, simpelste methode is als je de mes helemaal verticaal erin steekt. Om eigenlijk een snede te maken. Ongeveer een millimeter of 3-4 diep. Kijk of het loopt. Zo, één diep. Nou, er loopt sap uit. Zie je dat? Ja. Goed, dan komt er een tweede snede. Dan komt er een tweede snede onder. En dan wordt een soort dakpan. En daar komt ook sap uit. Zo. Ja. Zo. Oké, dan pakken we een bakje. Nou, het loopt al, zoals jullie zien. Dan gaan we een bakje eronder hangen. Ik gebruik daar een militaire mest in voor, want die hebben een mooie ronding. En makkelijke handvatten, zoals jullie zien. Dus die gaan we vastmaken. Loopt erin. Nou, hij loopt. Nou, zoals jullie zien, loopt gewoon al
een stroompje in. Een beetje geluk is het zo'n 200 milliliter per 2 uur. Dit sapstroompje is iets kleiner, zal wat langer duren. En dit werkersap, ja, als je er maar genoeg van hebt, je gaat het indikken tot werkersiroop, dan wordt het xylitol. Een heel erg gewild natuurlijk suiker, ook duur. Maar ook dit werkersap is duur. Dit is toch wel een 10, 15 euro per halve liter. En je kunt het gewoon uit het bos natuurlijk halen. Als je de boom netjes afsluit, dan ga ik jullie zo laten zien. De andere manier is een gaatje maken. Kan natuurlijk ook met een mes. Ik heb nou een kleine machete bij me. Scherpe punt. Dan maak ik een gat. En zo. Ik heb hier een aluminium pijpje gemaakt, maar dat kan natuurlijk ook een stokje uit het bos zijn. Zo. Deze eronder. Nou, je ziet deze wond, die gaan we dichtmaken. Dat lukt natuurlijk niet zomaar. Dus die hars van net is daar heel geschikt voor. Smeer je echt goed in die wond. Het gaat ook vrij snel hard. En dan plak je dat allemaal weer dicht. Zo. Alles wat de natuur ons geeft, moeten we natuurlijk dankbaar zijn daarvoor. Dus dan is dit het cadeautje terug, zal ik maar zeggen. Deze ook dicht smeren. Zo, hoppakee. En stop dat met lekken. Dat duurt al ongeveer een half uur. Een alternatief is bijenwas. En bijenwas, die heb ik ook bij me. Nou, dit is bijenwas. Het is nu vrij koud buiten, het waait hard. Dus ik ga het even voorverwarmen. En dan kun je het in principe gewoon tussen je handen warmer maken. Dat is wel heel moeilijk. En dan kan het ook worden gebruikt om de wond dicht te maken. Zo. Nou, Richard, dat is de oogst van ruim een uur. Proef gewoon de water. Heel klein beetje zoet, want 1% is suiker. Maar dat is zo weinig. Er zitten een heleboel mineralen in. Het is hartstikke gezond. Nou, het is prima te drinken. Deze optie is eigenlijk vergelijkbaar net met het mes natuurlijk. Alleen met zo'n boor kun je een iets ronder, mooier gaatje maken. Er kan dan een houtje in, dat ga ik zo maken. En dan kun je deze manier ook tappen. Het voordeel is dat je natuurlijk heel recht in die boom komt. Je ziet gelijk ook al sap lopen. Meteen al. Zo. En je trekt ook met zo'n boor, dus uiteraard een houtboor, trek je natuurlijk het hout pulp of slijpsel mee. Dus dan heb je gelijk ook echt een gat. Dan kun je het eraf halen. En dan is het gat ook echt gelijk helemaal open. Zo. Nou, een houtje. Dus je loopt al wat krom af. Zo. De maat meten. En dan kun je het eigen beste voor de sapstroom
dat deze afloopt, zou hier eigenlijk een klein geultje in moeten. Dus zo. Dat is met deze maat heel moeilijk. En dan gaan we kijken of dit zo past. Nou, dat werkt ook. Wat langzamer.